Ja, je moet altijd. Of ben ik nou weer te vroeg begonnen? Maar op een gegeven moment begint de opname pas echt. Ik heb al heel veel van die nieuwsuitzendingen gemaakt. En dan vallen die eerste mooie poëtische frasen van deze arme man die hoopt 57 te worden. Om een verjaardag te hebben dat hij cadeautjes kan geven. Nee, dat was alleen maar om lollig te doen. Gaan we echt iets heel vervelends oppakken. En dat staat al in de titel. Want we gaan het hebben over de platte aarde. En dan hoop ik dat ik een film van die eikel kan vinden. En je mag mij ook een eikel noemen, hè? Dat is, ja, kijk, Erik Dubai. En hij heeft een interview gehad met die man van Veritas Radio. Moet je ook maar. Je had destijds in Rusland had je een krant en die heette de Pravda. Dat betekent de waarheid. Dit is dan Erik Dubai. There was a demolition that Ja, day, dit blah is hem. blah blah. Dit is hem. There are certain control of positions that are allowed to speak to really. En dit is dus precies de goede waar ik het eventjes met jullie over wil hebben. En ik ga niet al die audio laten horen. Ik probeer het een beetje kort te houden. Maar dit is een vreemd filmpje. Ik laat hem eventjes lopen. Dan kunnen jullie intro horen. Oké, stop. Oké, stop. Oh, stop, stop, stop. Zien jullie dit? Hier links onderin. Daar zit dan dus de zon. En daar rechts zit de maan. Is het een duidelijk filmpje? Nee, natuurlijk niet. Wat is het voor een filmpje? En waarom loopt er trouwens zo'n ding kan je maken met Adobe Photoshop of zo? Of moet je de Flat Earth module moet je erbij kopen? Maar dan kan je zo'n dingetje kan je zo. Dat maakt me allemaal geen donder uit. Dit kan ik ook zo doen. En dit is gewoon een lettertypje met een iets blauws eromheen. Ja, dat vind ik ook allemaal best. Kijk, en dus no curvature. Het punt is, het maakt niet zo gek veel uit of dat je op een pizza staat. Of op een pizza calzone. Maar op een gegeven moment kan je gewoon niks meer zien. En als je dan om je heen kijkt. En die pizza die is dus vierkant terug. Hè, dus je hebt een vierkante pizza. Dan is er dus een puntje waarin je verder kan kijken. Maar als je gewoon op een ronde pizza staat. Dan is gewoon alles even ver weg. En hetzelfde geldt dus ook als je op een bol staat. Hoeveel verstand moet je hebben? Ja. En natuurlijk ziet de aarde er plat uit als je er een foto van maakt. Je kan ook een fisheye lens nemen en dan wordt de aarde plotseling heel erg bol. Maar dat komt door je lens, lul. Dus dit zegt helemaal niks. Beetje jammer natuurlijk voor. Die Mark, nee, weet ik ook weer, Flabbergast, weet ik ook weer. Mac, Febregas heet hij, Febregas, ja precies, kijk. Dit is ook geweldig. Hier staat hij boven is, now is this possible, nee, how is this possible? Ja, weet ik veel. Photoshop of zo. On this. Ja, weet ik veel. Ik kan ook van allerlei fotootjes maken. Maar het wordt nog veel bonter om mensen. Want jullie denken nu momenteel. Oh, kijk, en dit is de Flat Earth. Ja? Hou de Flat Earth goed in de gaten, mensen. Hij draait dus in de rondte. Dat zien jullie dus, hè? Nee, maar dat is het niet echt zo. Want de aarde is plat en ligt stil. Hè? Maar. Ja, kijk, en hier draait het dus echt in de ronde, snap je? Ben je helemaal ondersteboven vanwege
de flat earth, zullen we zeggen. Hè? En dan krijgen we nu dan, hier kan je echt zien dat die flat is. Ja. Dus, zonder meer duidelijk. Hè. Je kan, Chicago is nog steeds in beeld. Momenteel de Eiffeltoren niet. Maar dat komt omdat we de verkeerde kant uit kijken. Want anders hadden we de Eiffeltoren ook gezien. Op voorwaarde natuurlijk dat we ons een goede telescoop hadden aangeschaft. Hè. Eentje met 8000 keer vergroting. Hè. Want de Eiffeltoren kan je wel degelijk zien vanuit hier hoor. Als die camera de goede kant op stond natuurlijk. Dit is nog veel overtuigender, want ik ga met de camera... Oh, kijk, nu gaan we vliegen. Kijk, nu weet je zeker dat de aarde plat is. En die wolken komen omlaag. Nou, als die wolken omlaag... Oh nee, we gaan zelf omhoog. Nee, dan is de aarde plat hoor. Ja, nee, daar ben ik er echt van overtuigd. En een beetje in rond te wenden. Ja, hij is echt plat. Nee, daar is geen sprake van. Dat we hier zitten te kijken naar de bovenkant van een bol. Die van elke kant dezelfde afstand heeft tot aan de horizon. En daarom komt die plat over. Ben jij gek? Dit is een NASA, man. De NASA heeft weer zijn geintje met ons uit willen halen. Zie je wel? De horizon is helemaal plat afgebeeld. En zag je de maan voorbij komen? Ja. Ja, hou de maan in de gaten. Nee. Dit is allemaal echt, jongen. Kijk, en nou wordt de aarde dus plotseling wel blauw, hè? Kijk, nu weet je dat de aarde plat is. En nog steeds een mooi blauw lijntje er doorheen. En een beetje schommelen met die boot. Ja, dat komt, dit is gefotografeerd vanaf de ISS of zo. Of dit is een artiestenimpressie. Een impressie door een... Oh, maar hier zie ik wel een beetje curvaturen. Ik vond hem aan de rechterkant toch ietsje omlaag gaan. Maar nu is hij weer redelijk recht. Maar hij loopt wel weer scheef, hè? Dus de aarde is kennelijk niet plat. De aarde is scheef. Zo, in dit gelul, hè, we zijn pas op 2 minuten. Hè? Ik zal nog even het geluid aanzetten. Dan krijg je dus die Fabregas en Eric Dubai. That deals with the most open-minded topics you could possibly imagine. However, when it comes to the flat earth topic, it was a no-no. Look, I can't say I blame people for thinking this is the most absurd topic. Ja, natuurlijk is het niet het meest absurde onderwerp waar je het over kan hebben. Alleen dat beeldmateriaal, waarom schommelt dat zo? Is er in de ruimte tegenwoordig een eb- en vloedbeweging of zo? En wie heeft deze fucking beelden gemaakt? Maar goed, die Mike Fabregas, heet hij nou eigenlijk wel, dat maakt er geen drol uit. Maar die gaat al jaren door met zijn waarheidsuitzending. En dat is dan dit. Je kan het helemaal makkelijk zien. We weten allemaal wie dat sterretje is. Hè? Oh, we gaan weer schommelen, mensen. Ja, nee. Oh, we gaan. Oh, maar wat groen en blauw. Ja, het oranje stipjes erin. Nee, de aarde is plat hoor. Nee, als ik nou nog niet overtuigd ben dat de aarde plat is. Nou, dan ga ik voor jullie even kijken. En dit is ook heel erg overtuigend natuurlijk. Ik doe even stilzetten. Hè. Gewoon, dit is toch heel duidelijk. Als je wil weten of de aarde plat is. Moet je gewoon eventjes gaan, wat is dit, eetbal of poelen? Ik denk dat dit, maar ze liggen niet, liggen ze nou wel goed, die ballen? Nou goed, ja dus je kan gewoon, ja kijk, de curvature waar ze het over hebben, dat is dus 8 inch per mijl. En dat komt ongeveer neer op iets van... moet je even delen, maar op een tafel zoals dit is de curvature, ja, wat zou het zijn? Dat is een goede, ja, bij deze mag een mens uitrekenen wat de curvature van een eerlijke poeltafel moet zijn. Hè? Want als je een poeltafel echt plat maakt, volgens de bolle aardetheorie, dan heb je dus altijd het probleem dat de ballen van de zijkant altijd naar het midden rollen. Dus een biljarttafel moet een beetje gebogen zijn. Want anders, ja dan kan je nu nog steeds biljarten, want je speelt met z'n tweeën op dezelfde tafel. Maar hoeveel millimeter verschil hebben we het eigenlijk over? En gewoon dat ik pissig ben, hè, om deze ontzettend stomme kutfilm, hè. Gaat gewoon met jullie. En jullie maken ook helemaal geen protest. Dan ga ik het zelf maar doen. Hè? Dan gaan we eerst de mile to... Ja, precies. KM. Sorry, dat was een typfout. Hè? Dus 1 mile
is zoveel kilometer. Die slaan we even op en dat doen we gewoon allemaal helemaal netjes, want ik ga jullie niet lopen beliegeren. Hè? Zoveel, en die komma haal ik even weg. Hè? Maar dit is dus... Oh, wacht eventjes. Hier gaan we opstaan. Nee, ik doe het fout. Wacht eventjes. Wop. En dit maakt geen donder uit. Die gooi ik allemaal straks weg. En het is dus 1 punt... kilometer. Hè? Dat is een mile. En de curvature. Curvature of the Earth per mile. Nou, dat is dus 8 inch. Huh? Nou, daar hebben we ook helemaal niks aan, want we werken gewoon in SI-eenheden. Inch, oh sorry, 2 ja, centimeters. 1 inch is 2,54 centimeter. Oké, dat moeten we allebei onthouden. Dan hebben we deze 8 inches. En dan hebben we deze, dat is dus 2,45 centimeter. En nou moeten we gaan rekenen, want dit moet allemaal hetzelfde worden. Hè? Dus per 1,6 kilometer heb je 8 inches. En dat is 2,5 centimeter. Keer 8. Wauw. Nou, dit moet allemaal uitgerekend worden. En dan pakken we daarvoor onze spreidscheet. En de spreidscheet, naar mijn keuze, is gewoon de... Nou, dit gaat weer helemaal fout, maar dat doe ik wel vaker. Dat maakt helemaal geen donder uit. Zo wordt die dan. Hè? Dit heet een spreidscheet. Hè? En dat hebben we dus nodig. We hebben dus deze rekensom nodig. En... ik heb mijn spreadsheet ingesteld op Engels, dus ik haal eventjes dit weg. Nou, kijk of dat in één keer lukt. En dan doen we zo. Nee, dat gaat dus fout. Dan zeg ik is. Nee, niet daar. Is. Oké. Okay. Dus. Het is... zoveel centimeter per zoveel kilometer. Dit zijn de centimeters. Dat zijn nog steeds met me eens. Hè? Dus 8 keer 2,54 per zoveel kilometer. Dus dat is de fractie. Die moet dan zijn. Dan gaan we eventjes lekker rekenen. Want dan heb je... Ja, reken vooral mee. Je moet nu vooral je blaadje pakken. En, want anders komen we nooit uit die platte aarde theorieën. Dan zitten we voor altijd met dat soort lulkoek opgeschaapt. Als die Mark van de Waarheidsradio. Hè? Oh, sorry. Daar komt echt een microfoon aan. Maar de fractie is dan dus... zoveel centimeter over zoveel kilometer. Dus de fractie, dan pak ik dit, copy, ga niet overnieuw typen, gedeeld door, zoveel. Nou is kilometer, dat is 1000, dus dan gaan we die punt, die ga ik nu opschuiven, 1, 2, 3, en doe ik paste, ja? En dan mag deze k weg, ja? Nou, dan gaan we dus deze pakken. Hier staat een centi. Dus dat is dan, dan moet die punt, die moet 2 naar links. En dan is onze schrijfwijze, want je mag ook dit schrijven, en dan deze weghalen. Maar wij doen meestal dit. Je ziet het staan, hè? Dus hier heb je 2 digits voor de komma. En hier staan ze allebei achter de komma of punt of whatever. Nou, nu is natuurlijk de vraag, hoe gaan we dit dan tot elkaar toebrengen?
En ik stel voor om dan van allebei meters te maken. Ja? Oh, dat was toen nu gebeurd, ja, precies. Dus zoveel meter. Ja, ik raak helemaal zenuwachtig. Dus dan heb je dus. Nu is het meters geworden, dus dan weten we de fractie. Want die fractie die is dan. Squeeze me. Hoppa. Hoppa. En de fractie, ik zal het gewoon bijtypen. Fractie is die gedeeld door die. Het is best eenvoudig, hè? Dus dit is de fractie. Nou, hoe groot is een biljarttafel? Nou, dan gaan we even kijken hoe groot een biljarttafel is. By billiard table. We zijn vast in meerdere formaten te krijgen. Ja. Hoe groot zijn die dingen? Oh! We zien hem al. Nou, we ronden het even af. Ik ga het niet te moeilijk maken, maar je hebt dus hier al, we zien al tegen de 2 meter. Ja? Dus dat is echt een grote jongens. En je hebt ook van, we kunnen ook by pool table. En hoe groot zijn die dan? Die zijn. Dit is een mini. Deluxe de mini. Buffalo. Wat is het official size? Official size. Oké, die ga ik even. Informatie opvragen. Hoe groot is dat ding? Productspecificaties. Ja, dit zijn dus geen productspecificaties. Oh, wel. Nee, het is alleen maar een folding goal. Ja, er is helemaal niks aan. Maar dit wordt dus waardeloos. Oké, dan even een klacht aan de. Als jullie dan even die webmaster bellen. En zeggen van je kan niet goed zien op jullie website hoe groot de pooltafels zijn. Ja. Gewoon het normale poelen, kom op. Deze dan. Hoe groot is dat ding? Ja, natuurlijk wil ik me inschrijven. Ja, echt. Hoe groot? Oké. 7 bij 8 voet. En dan houden we aan 8 voet. Ja? Feet to centimeter. Acht voet is zoveel centimeter. Gaan we weer terug naar de rekenmachine. Nee, grapje. Het is zoveel centimeter. Het is 8 voet. Om het nou niet te moeilijk te maken, want we hebben al gezien dat er biljarttafels zijn en die zijn onder de. Dit is dus meer dan 2 meter. Dat zie je er wel, hè. Maar het is dan 7 voet, is er iets minder, dat is 21. Maar dat maakt toch geen donder uit, hè. Maar dan nemen we even voor het gemak aan, afgerond 2 meter. Want even voor het gemak, ja? Want het voorbeeld wat die ongelofelijke, nou ik moet hem een keer ontmoeten. Maar hier dus, hè? Dit is een pooltafel. En niet, nee joh, dat doe ik weer, ja gewoon van, ja, dat Amerikaanse spelletje. Niet dat ingewikkelde Britse spelletje met die enorme tafels. Dus 2 meter is prima te doen. Nou, dan nu terug naar de curvature. 2 meter. Hè? Dan gaan we nu naar beneden. Hè? Dan zeggen wij biljarts tafel. Dan hebben we dus 2. En dan zeggen we curvature. Die is dan dus
dit gedeeld door dat. Oh, wacht even. Gedeeld door dat. Dan staat hier afgerond 1, maar dan gaan we wat. Ik ken het trucje. Dat staat hier ook weer. Voor hetzelfde geld zet ik gewoon het geluid uit. Nee, dan ga ik erin knippen. Dan doen we dat weer. Waar zit die? Is dat dit? Nee, niet. Kom op. Ja, denk ik. Ik probeer het gewoon. Ja! Hoppakee. En dan wil ik 6 decimalen. Dat klopt niet. Wat dan nou? Oh, wacht. B6 gedeeld door B6. Nee. Ik heb verkeerd geklikt. Dit is B6 gedeeld door B8. Nee. B8. Nee, juist wel. Het is gewoon B6. Gedeeld door B8. Dat is het gewoon. En dat is dus dit. Maar dat is in meters. Dus dan hebben we de curvaturen. In millimeters. En dit is de curvaturen in meters. En in millimeters, dat is natuurlijk dit ding. En dan keer 1, 2, 3. Dus is, ja. En jullie zien het wel, hè. En je kan ook de curvaturen in, en dat heet dan, kom op, werk een beetje mee. Aha, is dat zo moeilijk. Dan krijg je micrometer. Hoe schrijf je dat nou eigenlijk precies? En dat is dan die gedeeld door 1, 2, 3. Ai. Dan ben ik hem kwijt, dus dat kan hier dan even niet. Even C10 gedeeld door. Nee, keer 1000, sorry. Papa. Nog steeds, hè? C10 keer 1000, ja, voor mij. Had hij. Maar je merkt al dat Open Office die kan het dus niet eens uitrekenen. Dus je, een eerlijke biljarttafel. Die moet dus minder als een, dus 0,06. Hij moet ietsje gebogen zijn. Dus over een metertje van 2 moet daar dus 0,063 millimeter in zitten. Nou, en ga die nauwkeurigheid maar eens bereiken. En heb je bij die biljarttafels, die trouwens, die staan altijd scheef en dan moet je altijd precies weten hoe ze rollen. En aan de banden, ja, je moet die ballen aan de band zien te houden. Dat is de grote kunst. En dan rollen die banden maar naar het midden vanwege de curvaturen van de aarde. Over die 0,06 millimeter. Zo. Snappen jullie dit? Heb ik het goed uitgelegd? Komt u nog even. Today's special guest is a veteran of this program, so he doesn't need a formal introduction. Directly from Bangkok, Thailand, I'd like to welcome Eric Dubey. Kijk, en dit slaat nergens op dat die man eerder bij hem geweest is van Mark Fabregas. Mark, ja, Fabregas. Dat hij eerder geweest is, dat zegt niks. Hello Eric and welcome back to Veritas. Hey Mel, it's great to be back here. I love your show. Always a pleasure having you back, and I'm glad that we're still talking. Kijk, en dit slaat ook helemaal nergens op. Ik zal even beeld groot zetten. Van, nu gaan ze even met z'n tweeën elkaar een veer in de reet stoppen. En krijg je dan tussendoor grappige fotootjes te zien.
En dan moet je ontzettend snel lezen wat er allemaal staat. Want ja, want het gaat erom dat de aarde plat is. En je kan het hier zien, weet je wel. Er staat een vent met een zwart t-shirt en met een of andere witte tekst boven zijn hoofd. En dan met een of andere achtergrond erachter. En dan weet je wel dat de aarde plat is. En hier kan je het ook al zien, weet je wel. Je rent met z'n allen een beetje. Dit is de aarde, is plat, man. Oh, waar ben ik overtuigd. Zo. En dan krijg je ook nog dit. Ja, dit is trouwens een uitspraak van Arthur Schopenhauer. En Arthur Schopenhauer heeft gezegd dat de waarheid die gaat dus door drie fasen heen. Als eerste wordt het geridiculeerd, geridiculiseerd. En ten tweede wordt het gewelddadige oppositie. Of gewelddadige opponentie. En dan als derde, dan zegt iedereen, ah, natuurlijk was het waar. En de platte aarde theorie, die gaat deze drie stadia niet halen. Want, punt 1, de platte aarde theorie wordt niet geridiculiseerd, ben jij gek. De platte aarde theorie, die is ridicuul. Ga maar kijken, het geluid laat ik lekker uit, want anders moeten jullie luisteren naar de gezeur van die... Stel dat je kerels, die zijn ergens in de 40 en die hebben ook al hun vriendin de laatste 2 weken niet geneukt. Je kan het gewoon horen en dat wil ik jullie niet aandoen. We gaan gewoon even kijken naar die stomme beelden die ze dan opvoeren als bewijs van de platte aarde. Deze bijvoorbeeld, een palmboom. Hoe kan er een palmboom groeien op een bolle aarde? Ga jij dat eens even verklaren? En dit dan? Je ziet maar de helft van de zon. Hoe kan het nou? Dat kan toch helemaal niet met een bolle aarde? Dat kan alleen met een platte aarde. En trouwens, deze foto is alleen maar dat is van de NASA. En dat is de fake materiaal. Nou, dan krijgen we hier schommelen. Mensen, we gaan lekker schommelen. En we hebben een zonnetje bovenin hangen. En dat is niet van de Illuminati, hoor. Nee, dat is het natuurlijke zonnetje. En dit hebben wij gemaakt van de Veritas Radio van de platte aardetheorie. Zodat iedereen kan zien dat de aarde, dat is een pizza of een pannenkoek, maar die schommelt wel lekker heen en weer. Tenminste, als je er een foto van probeert te maken, dan schommel je zelf heen en weer. Dat kan je allemaal duidelijk zien, mensen. En wat je aan de bovenkant ziet, wat doet het ertoe? Je kan toch zien dat de aarde plat is? Ja. En dit soort lulkoek krijgen, dat gaat maar door. Dat ga ik jullie allemaal niet aandoen. Dus ik ga eventjes vooruit, dingen ze. Dit is allemaal dat gezeik van zo'n schommelige camera. En dan krijgen we hier wat anders. En dan krijgen we hier nou weer. Ja. Ja, er is ook overtuigend bewijs dat de aarde plat is. Ja, dus, ja want je ziet de zon opkomen. En dit is dan Mahatma Gandhi. In zijn betere dagen, toen hij nog niet bekend stond als homofiel. Of wat was hij ook alweer? Of zit ik nou weer iemand te beledigen door wat hij mag? Of heb ik iets gelezen wat helemaal niet waar is? Weet ik veel. Kijk, dit is ook weer plat. Ja, natuurlijk is dat plat. Ja. Gek hè, dat het plat is. Oh, wat vreemd. Oh, wat raar. Kijk, en zie je het mensen? Kijk, nu kan je zien dat de aarde plat is. Kijk, je kan hier heel duidelijk aan zien dat de aarde die staat stil... En er draait iets om ons heen. En dat noemen we dan... hoe heet dat eigenlijk wat om ons heen draait? De hemel of zo? Nou, nu draait het in een stuk langzamer. Oh, maar hier hebben ze dan een versnellingsfoto in gedinges. En wat zien we dan hierboven dan? Dat zou toch niet de Poolster zijn? Nee, ben jij gek. Kijk. En dit. Hier is de aarde dan bol. Ja, maar dit is ook een officiële NASA-video van de aarde. En we weten allemaal dat de NASA, die zijn nooit, die is het niet echt. De NASA is het niet gelukt om naar de maan te gaan en terug te komen met overtuigend bewijs. Het eerste, daar kan ik geen uitspraak over doen. Maar de conjunctie, dus met het tweede, het overtuigende bewijs. Ja, dat is waarschijnlijk geheim gehouden vanwege de government conspiracy theories of zo. Van als wij gaan vertellen wat wij op de maan gevonden hebben, nou dan breekt de pleuris uit onder het volk. Dat kunnen wij niet vertellen. Het zal wel weer.
Het is dan een fake video. Ja, zo. Ze kunnen alles bij elkaar liggen. En wat we hier weer te zien, dat is dan een paarse aarde met een groene dinges eroverheen. Ja, dat is gefotoshopt of zo, weet ik veel. Heel leuk, jongens. En wanneer gaat het dan weer een beetje spannender? Oké, okay, dan krijgen we dus dit. Dan wordt het helemaal verwarrend. Oh, wat is de aarde plat? Als je nu nog niet weet dat de aarde plat is. Nou. Het is allemaal al lang bekend. Dus gewoon, kan er gewoon overal vandaan, kan je gewoon iedereen zien. Het is gewoon een kwestie dat je gewoon de... Ja, die baby bijvoorbeeld hier, hè, die is gewoon hartstikke dom. Want de platte aardetheorie, dat betekent dat die baby, die ligt dus onder een pannenkoek momenteel. Die houdt als atlas de pannenkoek omhoog. En dus de onderkant van die bol, wat wij Antarctica noemen. Want hier heb je Zuid-Amerika en dit is Noord-Amerika en daar zie je een stukje van Europa. De onderkant is dan plat. En die zit dus om de pizza heen. Dus die baby ligt gewoon met een pizza. Dat is allemaal veel logischer. Maar die baby heeft wel een goede luier aan. Mijn dochter gaf ik ook van die. Het lijkt me zo niet echt zo'n merkluier. Maar meer een... zo'n luier die ik ook kocht. En dan ging de moeder van mijn dochter altijd zeuren. Waarom geen Pampers? We moeten ons kind schijten in burgermateriaal. Maar ja, dat zijn gewoon vrouwen. Die moet je gewoon altijd negeren. Daar moet je niks van aantrekken. En het duurt er nog een tijdje. Waar gaan ze het dan over hebben? Oh, dan gaan we de Joden erbij halen natuurlijk. Ja, ja, de Joden erbij. En dan, ja, en dan de Satanisten erbij. Ja, natuurlijk. En dan heel veel likes. En dan is dit een hele mooie opname. Ik kan je ook aan zien dat de aarde gewoon plat is. Want je hebt die Joodse Zionisten. Ja, en sinds die lui is de aarde echt totaal plat. Die Joodse Zionisten hebben net een tijdje tegen kunnen houden. En toen hebben ze die Giordano Bruno. En hier kan je ook echt zien dat de aarde is gewoon plat, man. Dat is gewoon ontzettend plat. We hebben zo deze opname trouwens gemaakt met een helikopter of zo. Het zal wel. Voor al die mensen die daar beneden wonen is de aarde denk ik erg plat, hoor. Voor degene die hierboven vliegt met zijn helikopter en met zijn fisheye lens in de rondte aan het gaan is. En dan krijg je altijd zo'n vertekening. Dat is allemaal wel. Want je kan nu één keer niet in één keer in de rondte. Ja, dat kan natuurlijk wel. Maar als je naar de aarde kijkt, is die altijd, de horizon is gewoon altijd plat. Tenzij je echt voorbij de aarde gaat kijken. En dan wordt het een bol. Maar als je niet voorbij de aarde kan kijken. Ja, dan blijft die plat. En hier komt dan een schijngrote punt. Van, dat je dus, want dat grote vraag is natuurlijk van hoe kan het dat de zon uit het zicht verdwijnt. Nou, dat is allemaal heel makkelijk. Op een gegeven moment is de zon gewoon weg, te ver weg. Je kan dingen alleen maar zien als ze dichtbij zijn. En anders niet. Dus op een gegeven moment is iets te ver weg. En nou ja. En ja, soms is de zon te ver weg. Dan krijgen ze hier ook weer zo'n stom ding. Die kan ik me ook zo dood en erg. Oh, wat is dit nou weer? Wat gezeik over die Illuminati. Dat flikkert toch op, jongen. En we weten allemaal wat van luiders zijn. En we hebben het nou niet over die pedorasterie. Dat is de pederasterie, sorry. Maar die pederasterie die Illuminati doen. Dat is allemaal kleine kinderen in de reet neuken. Dat is op zich erg genoeg, ja. Maar daar gaat deze uitzending toch niet over. Lul, Erik Dubai. En febbere gas. You leugenaars. En een beetje te zeiken.
Kijk, het hele punt is, we hebben in het firmament, en of Aristoteles dat nou verzonnen heeft of niet, maar er staat een poolster. En die kan je alleen maar zien vanaf het noordelijk halfrond. En ook is het zo dat als we de equinox hebben, dan is dat zowel op de Zuidpool als op de Noordpool tegelijkertijd dag. En als je denkt dat ik uit mijn nek lul, dan gaat me controleren op je kalender. En de aarde is plat. Dat is gewoon zo. Maar die is plat voor ons. Maar niet als model. Als model, het meest zuinige wiskundige model, is dat wij als een soort, hoe noemen we, een tol. Wij als een tolletje draaien we rondom het zonnetje. En de maan draait rondom ons. En Venus die draait een stukje mee. En Mercurius draait een stukje mee. En dan heb je nog die andere planeten. En wie weet hoe ze ook alweer heten. En alles draait om de aarde. En dan moet je niet met dit soort dingen gaan lopen leren. Het verdwijnpunt. Dat is heel vervelend wat hier gebeurt. De vanishing point. Dus dat er is een maximale afstand waar je naar kan kijken. En daarna kan je niks meer zien. Ja. En daarvoor hebben we dus, ik weet niet hoe, oh, deze lul heet dus Erik Dubai. Maar die is niet op de hoogte van het woord telescoop. Erik Dubai, zijn reukvermogen, het komt alleen maar door zijn reukvermogen dat hij zijn anus niet weet te vinden. Als hij beter zou ruiken, dan zou hij met zijn lenigheid, denk ik wel, zijn anus kunnen vinden. Maar een vanishing point, dat wordt bepaald door het oplossend vermogen van de camera. Ooit gehoord van een, je hebt ook een microscoop. Dus als ik even deze theorie van Erik Dubai mag verplaatsen naar de microscopie, dan gaat hij gewoon zeggen van, kijk, hey, je kan wel hele kleine olifantjes zien. Hey. Hier links, dit is een heel kleine, dit is een groot olifantje, ja. En dan is het nog iets kleiner olifantje. En dan heb je nog iets kleiner olifantje. En dan krijg je daar krijg je dan een muis. En dit is dan een heel klein muisje. En dan heb je nog een mini-muis. En dan krijg je een kakkelak. En dan krijg je een mug. Maar dan kan je het niet meer zien. Dat is het verdwenen. Het is gewoon een lulkoekverhaal. Dat is absolute onzin. Het is zelfs giftig voor je geest. Dus laten we er maar een beetje om lachen. Ik start gewoon, ik gooi gewoon door, want er komt vast nog meer boelcrap aan. Het is weer hetzelfde verhaal, dit is helemaal geen vanishing point. Dit is een hele mooie foto natuurlijk. Dat is prachtig met dat sneeuw op die bankjes. En, ja, hier is geloof ik ook gelijk een hond en dat gaat van links naar rechts die pijl. En horizonlijn en wat bedoelt hij dan eigenlijk te zeggen? Hij bedoelt gewoon te zeggen dat is de horizonlijn aan die kant korter is dan. Nou, dit slaat helemaal nergens op. En dat er van die bootjes gewoon. Die bootjes worden gewoon eigenlijk bijna niet kleiner. Hè? Dus gewoon, die gaan een beetje. En dit is ook zo mooi. Dit is ook het overtuigende bewijs dat de aarde plat is. Hè? Ik kan gewoon zien die. Deze boei die ligt dus ergens, ik weet niet waar, maar. En die boeien erachter, die kan je dan niet zien, want die zijn namelijk voorbij het verdwijnpunt. Het is een verdwijnpunt. En dan verdwijnt alles. En dan moet je een hele goede lens hebben, maar kijk wat die Erik Dubai. Die heeft dus niet. Die heeft een hele goede lens, maar hij heeft niet een statief. En het. En dat merk je. Gaan we even kijken. Ja. Shaky, shaky, shaky. En dan gaat hij kijken naar die boei. Terwijl hij het had over die boot.
En de horizon, die staat ook scheef. Zie je dat ook? En dan gaan we lekker op en neer. En dan gaan we uitzoomen. Ja, we zijn overtuigd van de platte aardetheorie, mensen. Als dit Zandvoort aan zee was geweest, dan hadden we gewoon die toren daar in Londen. Die hadden we gewoon kunnen zien. Dat is gewoon een kwestie van een goede camera en dan niet zo shaken als Eric Dubai. Weet je wel? Kijk, en hier hebben we hem dus. Dit beweren ze. Dus de aarde is plat. En er draait een zon om ons heen. Maar dat is een zwarte zon, denk ik. En er draait een maan om ons heen. Maar dat is een witte maan, denk ik. Er staat er een passer in. Is ook nog wat mensen die heen en weer lopen met een rood lijntje. En dan nog een witte stip in het midden. Als je nu nog niet wil gaan braken van die makreel die je helaas gekocht had. Van die bedorven visleverancier. Dan moet je nu toch wel braken. Want hoeveel... Dit is een cirkel. Dit is een cirkel. Dit is een cirkel. En dat is een cirkel. Ik zie hier 4 cirkels lopen. En dan 2 mannen en die lopen tegen elkaar in. Wat is het van bullcrap? En wat is de zon eigenlijk? Een goddelijk gegenereerde klok. Oké, en hoe loopt die klok dan precies? Die klok die loopt dus, en hier kan je het goed zien. Zien jullie het ook samen met mij? Dit, ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Ik kan het niet uitvergroten, maar ja. Dit is de Noordpool. Ja. Hier omheen is de Zuidpool. En in dit plaatje van yin en yang is het dus zo dat het dus terwijl het op de Noordpool dag kan zijn. Dus de Noordpool hier eigenlijk is altijd een beetje dag. Maar op een stukje van de Zuidpool is het nacht. En op het andere stuk van de Zuidpool is het dag. Dat zien jullie ook, hè? Want ze beweren hier dat het momenteel in deze zonnestand, waarbij de zon dus om de aarde draait, met een of andere rare klok, van, die ik ook niet begrijp, maar die begint dus hier onderaan of zo. Gooit het allemaal in mijn pet, weet je wel? Maar hier zie je staan dat dus op dit moment is het in Azië is het nacht. En in Amerika, waarbij ze Zuid-Amerika of Midden-Amerika hebben, zijn we uitgerekt, is het dag. Dus bij de Zuidpool, die dus, ja, daar hebben ze hier weer getekend dat die dan daar zit. Maar dat klopt dus ook niet, want de Zuidpool ligt aan de buitenkant. Dus bij de helft van de Zuidpool is het dan dag. En de andere kant van de Zuidpool is het nacht. Mag ik mij hieraan ergeren? En dat al die getallen er mooi staan, van 1 tot en met 12, en dan 13 tot en met 24, en 24 noemen we 30, en ja, kom op. Zie je het? Zie je het rondlopen? Je ziet precies dat het op de ene helft van de Zuidpool af en toe, ja. Nou, dit is ook heel overtuigend. Als dit niet gemaakt had kunnen worden, dan had je nooit een bolle aarde kunnen hebben. Kijk, en hier zie je dus hoe het dus over Afrika dag wordt. En dan is het dus boven, de zon zit dus boven Afrika. En dan is het in Europa, is het dan nacht. Maar hoe zit het dan met de Zuidpool? De Zuidpool ligt toch een eindje verderop, of niet? Kijk, nu wordt het in Amerika dag. In Afrika wordt het schemering, maar hoe zit het met de Zuidpool?
Er is een foto van de zon, ja, die kan ik ook maken. Er is een foto van de maan, die zijn allebei even groot. Ja, dat kan ik ook maken. Dit is een fotootje van de Illuminati. En nu wordt het echt ontzettend beledigend. Kijk, deze foto kan ik ook maken, dat slaat helemaal nergens op. Dit zijn gewoon afbeeldingen van dingen zijn dingen zijn dinges. Een of andere vrijmetselarij, kunstenarij, dinges. Dat moet je dan doen voor je toelatingsexamen. Dat je naar de derde of vierde loge mag ofzo. En dit kan ik ook allemaal laten zien, dat is allemaal geen enkel probleem. Er zijn gewoon twee framepjes over elkaar heen. En hier is een of andere, heb je dan een, hoe heet dat, een supernova of zo. Oh, ik heb een supernova gezien. Nou, de aarde is plat hoor. Ja, dat kan niet anders. Ja, nou, daar gaat hij hoor. Ja, kijk eens, boom. Oh, wat wordt hij groot. Jezus. Nou, hier kan je ook aan zien dat de aarde plat is. Dat is allemaal erg duidelijk. Zonder meer plat. Kan geen bol zijn. Ja, er zijn allemaal van die lichten. Er zijn een soort UFO's. En die, kijk, en nu. Kijk, zeg even terug. Hè? Kijk, hier gaat het dus om. En dus, momenteel. Momenteel kan je hier rechts in beeld een licht zien. En volgens de platte aardetheorie zijn lichten alleen maar te zien binnen een bepaalde afstand. En daarna krijg je het verdwijnpunt. Dus gaat deze lamp, die gaat nu boven het verbrijden. Ja, dit is het verdwijnpunt. En de enige reden waarom je dat ding niet meer kan zien, is omdat het gewoon te ver weg is. Hij is gewoon naar de andere kant van de aarde gegaan. Namelijk die kant die je niet kan zien. Een geweldige leugen is dat. En filmpjes met stipjes erin, dat zegt me helemaal niks. Dit zegt me ook allemaal niks. En dit is het stuk, dit zegt me ook allemaal niks. Dus kan ik ook, dit soort opnames kan ik ook maken. Dat vertelt mij niet of de aarde plat is. We skippen het gewoon, dit zegt me ook helemaal niks. Dit soort foto's kan ik ook maken als ik bereid ben om die... En nu, kijk, dit slaat helemaal nergens op. Krijg je gewoon, hier word je gewoon duizelig van. Dus voor mij zelfs versneld afgedraaid. Niet heel veel versneld volgens mij, maar. En dit zegt me ook helemaal niks. Het zegt me niks of dat de aarde plat is. Je moet die. Die helling, die curvaturen. Dus je moet een curvature zien aan te tonen. Over die fractie, ja. Dus die biljarttafel, die moest dus op een 600ste millimeter. Dus een 6 centimeter nauwkeurig. Nou, dat kan niemand. Dat kan echt niemand. En dan... Als we hier naar kijken. En dan pak ik hier woon ik. Ik woon hier in de buurt. Google weet waar ik woon, maar dat maakt niet uit. Kan ik altijd als ik vergeten ben waar ik woon, even aan Google vragen. Waar woonde ik ook alweer? Ik ben op zoek naar Utrecht. Waar ligt Utrecht? Daar moet hij ergens onder liggen. Hier moeten we in de buurt van Utrecht komen. Even wachten tot hij invult. Dan heb je daar even controleren. Wat is de A27? Die moet ik niet hebben. Maar hier zit dat kanaal. Even één van die kanalen. Die andere moet ik hebben. Die is langer. Een Mac houdt er nu op. Dan weer. Kom op.
doorgaan. Is de A27 welke kanaal? Het Amsterdam-Rijnkanaal. Waar je met de trein langs gaat. Zit het hier nou? Dit is de Rijn. Overnieuw beginnen. Waar zit de A12? Dit is het verschrikkelijke kruispunt. Oké, dit is de A27. Maar dan moet ik hebben de A12. Ik wil de A12 vinden, dat is ook niet. Dijk zit met... Oké, dan gaat het lekker over. Ja, oké, okay, ja. We zijn er nog steeds. Jezus, wat is Nederland groot, man. Oh. En die A27 maar blijven vol. De Schalkwijk, ja, geloof ik ook nog. En nou moet er ergens die A12 komen. Eind rijden zeg. Oh, wacht even, is het hier? Vocht het hemeltje, oké. Oh, wacht even. Ho. Ja. Ik reed hier de A12. Ja, en dan. Ik weet echt waar ik nou op zoek ben. En dan moet je naar A12. En dit is dan richting Utrecht. Moet je, dat maakt helemaal niet uit. En dan is A12. Hop. En dan krijg je de A2. Hier het water. Over dit water gaat het. Dan moet je een beetje beter in te zoomen. En volgens mij hier dus deze brug. En dan gaan we nu even kijken of Google het nog doet. Dit heb ik natuurlijk erg vermoeid. Start even een nieuwe sessie. En je kan dus afstand. Oh, fuck, wat is het trein? Measure distance, kijk, die wat. En als je dus daar gaat staan, en dan moet je dus. Het is allemaal recht, hè? En dan ga je daar staan. En dan hebben we het over. Twee kilometer. Dus wat je zou moeten kunnen zien, volgens de klassieke theorie, is dat je vanaf deze brug, hier kan je gewoon naartoe, hè? Deze komt, dit is de A2 naar Amsterdam. Dat is helemaal niet zo moeilijk. Best een leuk ritje eigenlijk, hè? En het verschil kunnen meten. En wat je dan moet kunnen meten, dat is een hoogteafstand van. Dus, ik noem het eventjes, wat was het nou alweer? Amsterdam-Rijnkanaal, toch? Oh ja, hier zit Douwe Egberts. Hier zit die koffie. Je kan misschien nog wel verder. Je kan misschien wel hier gaan kijken. Maar ik weet niet of je hier kan staan. Nee, niet. Maar vlakbij die koffiecentrale.
waar het echt ontzettend meurt, daar moet je ergens kunnen staan. Dan moet je een bootje hebben met een gecalibreerde hoogte en daar moet dus een laser op gemonteerd worden. En een camera. Een laser en een camera, zou ik zeggen. En dan aan de andere kant ook een laser en een camera. En dan ook camera's die... de camera moet bij het meetpunt staan, zo moet het eigenlijk zijn. Dus je moet twee lasers monteren. En die moeten totaal stil hangen. Dus dit moet je doen om 4 uur 's nachts of zo. Zonder op een windstille dag, want anders krijg je alleen maar ruis. En het verschil wat je dan moet meten... Dit is Amsterdam Rijnkanaal. Ja, en die is dan... Echt wel een eindje hoor. ...209 kilometer. Ja, dan doe ik even Amsterdam Rijnkanaal. Gelijk in centimeters. Nou, van kilometer naar centimeters, dat is dus dit keer 1, 2, 3 om naar meters te komen, keer dit om naar centimeters te komen. Hè? Gaat iets fout? Wat gaat hier van? Oh, ik snap het. Ja, sorry. Dat is dit. Keer 1, 2, 3. 1, 2. Dat is zoveel centimeter. En de curvaturen...